Het thema van Bevrijdingspop dit jaar is vrijheid geef je door en vrijheid is niet vanzelfsprekend. Hoi, ik ben Jacqueline van Huistee, ik ben van Bevrijdingspop Haarlem. Ik zit in de themacommissie en wij organiseren alle aanloop-evenementen, ook wel de vrijheidsevenementen. Vandaag staan we op het vierde vrijheidsevenement, op de Bevrijdingsrun. En de Bevrijdingsrun is een estafetteloop en een individuele loop door Haarlem. Warming up begin je eigenlijk van boven in je lichaam. Dus we beginnen even met ons hoofd heel rustig te draaien. Niet te snel, doe je ogen dicht en rustig draaien. Het mag een beetje kraken. En ook weer die andere kant op natuurlijk. Ben je nou eigenlijk al moe voordat je begonnen bent? Nee hoor, gelukkig nog niet. Nee, je gaat die 6 kilometer wel volmaken. Makkelijk. Ja, heel moe. Ik wil niet meer. Ga je die 6 kilometer wel volmaken? Dat zullen we gaan zien. Dat zullen we gaan zien. Ben je er niet zo zeker van? Nee. Maar, dat gaat je wel lukken. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ik ga je opwachten. Oké. Okay. Ja? Is goed. Hey, succes. Dan is mijn hoofd wat rooier dan nu. Hey, succes. Dankjewel. Ik heb volgens mij een start. Woe! Dankjewel. De spreuken die je achter ons ziet zijn aangedragen door de deelnemers. Bij de inschrijving hebben ze gevraagd om de zin af te maken, vrijheid is voor mij. En dat hebben de meeste deelnemers gedaan. Hier zie je grote betekenissen als in vrijheid is van levensbelang. Maar ook dingen als vrijheid om te surfen is gewoon leuk. Komen we er nog weer. Is het goed gegaan? Ja, zeker. Zeker. Ja, top. Helemaal tevreden. Tijd ook goed. Niet eens naar gekeken. Nee, idee. We hebben gewoon lekker met z'n drieën gelopen. Oké. Voor de herhaling vatbaar? Zeker. Ja, ja hoor. Nou, gaat dan nog maar een rondje. Maar we moeten nog naar huis. We gaan nog even 4 kilometer naar huis. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Het was de eerste keer dat ik 6 kilometer heb gelopen, dus ik vond wel een prestatie van mezelf. In een goede tijd heb ik het idee. Bij Bevrijdingspop hebben we altijd, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Dus wil je helpen? Ga naar bevrijdingspop.nl en kijk waar je nog kan aanmelden. En op 5 mei ons kan helpen om Bevrijdingspop een geweldig feest te maken.